Nou, welkom bij deel 2 dan. Geen bron eruit. Ik had hem op pauze gezet, ik wilde weer op drukke pof uit. Dus ja, nou ja, niet erg, maak er gewoon een tweede van. Hey, hoe is het? Goed. Mooi. Even wandelen. Ja, hè? En jij moet ook werken. Ja, goed weer, hè? Lekker, hè? Ja. Jezus, die trommel voor jou. Weet je dat je die in heel Voorde hoort? Oh, echt, ja? Gisteren weer, hè? Kijk, Zaterdag. Jezus. Wat dan? Ja, ik woon in Mossel. Mossel? Ja, hier Mosselsweg. Dus ja. Hierachter woon ik. Dat is een behoorlijk eentje van voetbalveld en ik hoor jou de hele middag trommelen. Goed man. Ja, de hele ochtend ben ik bezig geweest, hoor. Ja. En wat zeggen dan de mensen die naast jou staan? Ja, die zeggen van kom op, hulp, gas erop. Nog meer trommelen. Ja. Yes. Maar ja, die trommel die hoor je gewoon van 100 meter. Jeetjes, we doen. Nou, 100 dun. 2-3 kilometer. Ja. Hij is wel mooi. Ja, hij klinkt goed. Mooi. Ja, nee, maar zoals ik had een hand erop gegeven, ik ga er even stoppen. Ja? Het geluid wel alsnog hierheen. Ja. Even in de vuist rond. Maar die horen het ook natuurlijk. Ja, de boer ook. We horen het allemaal. Ja. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik mee bezig ben. Dat weet ik. Ik weet waar je bent dan. Ja. Hoi. Jo. Maar 3 december wordt nog erger. Waarom? Ja, want nog een keer. Nee. Jawel. Ja, 3 december jongens, wordt helemaal een feest. Wat de mooiste sfeervideo ooit. Zo. Nou, oké, even vanaf. Zo. Ja, ik maak allemaal verschillende beelden. Van bovenaf lijkt me nog een beetje lastig. Dan moet ik nog een keer van heel dicht gaan. Nu haal ik in de schep. Zo'n heerlijke manier om blad op te scheppen, hè? Oh, heerlijk.
neer kunnen zetten? Nou, zie wel. Nou, ik ga hem ook een paar keer zo neerzetten. Dat is ook trouwens ook mooi. Zo. Zo. Nee, er ligt niet zo heel veel. Maar het wordt wel zwaarder, dat moet wel zijn. Zo, volgende. Zo, nog een keer van deze kant. Het wordt allemaal heel laag opgenomen volgens mij. Hier heb ik eventjes geen haak nodig. Hier wordt het al wat smeriger. Het heeft allemaal naalden van de bomen. Ja. Dat is helemaal smerig. Nou, dat mag voorzichtig proberen. Oeh, dat is maar een schip. Zo hé. Ik ook allemaal nat, hè. De grens is nog viezer. De grens is echt smerig. Zetten. Misschien wel een beetje kijken of ik jullie erboven kan zetten. Eens even kijken, van dichtbij ga ik eens even kijken. Zo. Dit is een ander bult weer. Misschien dat ik een paar keer wel hetzelfde bult er zo moet doen. Maar ik probeer het allemaal wel op een leuke plek neer te zetten.
Zo. Nou, perfect. Nou, dus weer een ander plekje. Ik heb het weer bij het emmertje op de rand van de kaan neergezet. Zodat jullie het nog mooi, denk ik, nog wel iets kunnen zien. En die stonden eerst op een kleine groene containertje. Container. Wel heel leuk beurtje. Ben ik jullie daar wel op laat staan. Ik denk dat dat hartstikke een mooie plek is. Op de website. Oh, ik heb je nog wel. Hi. Hi. Even kijken hoe het de achterkant is. Ja, ik kan nog niet zo lang meer filmen, jongens. Ah, ik denk wel leuk. Ik kan nog tot 18 minuten filmen, dus bijna 13 minuten nu. Ja, is lang, ik weet het. Zo. Ik doe mijn best. Ja, soms schappen kunnen zwaar zijn. Maar goed, een sterke jongen dus. Ik probeer veel compilatievideo's te maken. Zaag bijvoorbeeld. Dat het gewoon super leuk is. Even over de rand. Dan een beetje droog hier, even stil. Zo. Nou, 15 minuten, jemen, nee. Een keer van zo. Dan zien jullie ook gelijk voor elkaar uit, helemaal. Ook een beetje het resultaat. Dat is ook wel mooi om te zien.
wel aardig vol te raken. Aan de achterkant. Nou, maak eens even de achterkant helemaal vol. Nou mensen, de laatste video, laatste stuk. Laatste stukje, ja, ik kan het allemaal niet meer redden. Dus dan, alleen maar die. Zo. Hallo, hoi. Moet netjes maken. Ja, altijd hè. Altijd, ja. Ja. Daar is er wel een verschil. Ja, inderdaad. Ziet er netjes uit. Ja. Ja, goed bezig. Hier wordt zo'n smeerbende, joh. Ja. Auto's rijden hier overheen. Ja, ja. Klieterboel. Ja, dat wordt gevaarlijk ook, hè. Wat glad op een gegeven moment. Ja. Samen ram ik het ook op. Ja, ja, heel goed. Goed. Weet je toevallig, is dit het kantoor of niet? Wie? Henk? Janne Schutter, zo heet. Janne? Janne. Als het goed is, moet ze daar zijn. Moet ze daar zijn? Of anders is ze op haar eigen kantoor bij de Pentaanboog. Oh, okay. Maar dan kan ik hier even vragen, moet ik hier aan deze kant erin? Ja, kan wel. Goed. Bedankt.